Is hij van Dua Lipa? Harry Styles. Laat me denken. Wow, oh, ja, dat shit. Was het. Holy shit, ja. Inderdaad. Shit, hoe heet er? Echt? Ja. Yes. Oh. Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van YouTube. In deze serie ga ik samen met mijn gasten de strijd aan om erachter te komen wie er het meest van muziek af weet. En dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met een te gekke band. Met Memro op de gitaar, Mickey op de drums en Alexander op de toetsen. En ik heb vandaag bij me te gast Jada. Hi, lieve Jade. Hey. Hoe is het met jou? Goed. Ja, voor degenen die het niet weten, ik heb een jaartje met Jade in de klas gezeten. Dus vandaar dat we elkaar kennen. Ik heb vorig jaar mijn HAVO afgerond en jij zit nu in je examenjaar. Ja, klopt. Gaat het een beetje? Ja, het gaat eigenlijk heel goed, gelukkig. Want jij gaat wel naar school gewoon, ondanks al het gedoe. Ja, ja voor nu wel. Ik weet natuurlijk niet voor hoe lang dat nog kan. Maar tot nu toe gaan we gewoon naar school, elke dag. Dus, maar nu vakantie. Lekker. Ja, lekker vakantie, ja. Je zit ook veel in de studio, zien we de laatste tijd een beetje voorbij komen. Ja, wat super tof. Ja. Wat voor muziek kunnen we een beetje van je gaan verwachten? Want je vader zingt natuurlijk Nederlands. Is dat ook iets wat jij dan wil gaan doen? Ja, in principe wil ik wel voor nu Nederlandstalig gaan zingen. Oké. Okay. Een beetje pop, urban-achtige muziek. Nice. Ja. En zou je dat ook samen met iemand willen doen? Want je vriend zingt bijvoorbeeld ook? Ja. Nee, ik vind het heel leuk om voor nu solo te gaan, maar wel gewoon hier en daar een duetje te zingen. Ja, met, precies. Misschien wel met Roel, ja. Super tof. Ja. En komt er binnenkort al iets uit of ben je nu nog een beetje... Voor nu ben ik echt aan het focussen op school. En daarna eventueel gaan we echt kijken naar de release en zo. Ja, want naast, weet je, heb je al plannen een beetje voor wat je naar school wilt doen? Wil je een opleiding doen of muziek? Ik wil het eerste jaartje gewoon echt focussen op muziek. Omdat ik daar nu echt gewoon eigenlijk heel weinig tijd voor heb door school. Ja. Dat is eigenlijk een beetje mijn plan. En daarna, als ik tijd over heb, zou ik het heel leuk vinden om een opleiding daarnaast te doen. Ja. Oké. Okay. Ja. Tof, tof. Hey, dan ga ik altijd twee vragen aan je stellen. Dat is één. Wat is jouw band met muziek? Ik heb altijd wel een hele sociale band gehad met muziek. Het is... Ik ben ermee opgegroeid, om maar zo te zeggen. Ja, ja herkenbaar. Herkenbaar, ja, zeker. Ja. Nee, ja, eigenlijk al voor mijn geboorte is mijn vader natuurlijk in de muziek gegaan. Dus ik ben ook echt niet anders gewend eigenlijk. Nee, echt met de paplepel naar binnen. Ja, ja. Ja, want je hebt, toen je jonger was, heb je ook al echt vet veel dingen gezongen. Klopt, ja. Ik ben ook best wel jong al begonnen met zingen inderdaad. Toen was ik al best wel jong. En musicals een beetje? Ja, ook. Ja, ik zit op theaterschool, dus we doen ook inderdaad musicals. En heel acteren anders. Trouwens, dat doe je ook? Ook, in films, ja. Jeetje, wat tof. Ja. Dan de laatste vraag, een beetje een lastige vraag, mag je even over nadenken. Dat is, als je een nummer moet omschrijven, of als je een nummer moet kiezen die nu een beetje je leven omschrijft, wat zou het zijn? Oh jeetje, een moeilijke vraag. Ja. oh shit. Oké, even denken hoor. En als je het echt niet weet, dan kan je ook gewoon je all-time favorite noemen, die je nu gewoon echt op repeat hebt staan. Oh my god. Oké. Als je nu Spotify opent, wat zien we dan? Dan zien we heel veel All But Gold. Ja? Ja. Same! Ja, vind ik wel leuk. Ja, echt van die hitjes gewoon vanaf dat ik klein was of zo en dan tot nu. Dat ja. Vind ik gewoon echt vet leuk om gewoon op te zetten. Ik heb gewoon één hele afspeellijst met echt allemaal shit door elkaar heen. Allemaal throwbacks. Ja. En dan op shuffle. Ja, dat vind ik echt nice. Oké, nou, dat waren de vragen. Dan gaan we maar beginnen met de oefenronde. Okay. De oefenronde houdt namelijk in dat de band een stukje van een liedje speelt. En degene die als eerst drukt en het goede antwoord raadt, zou de punten krijgen. Maar aangezien het natuurlijk een oefenronde is, vervallen de punten en gaan we daarna voor het echi beginnen. Maar voor nu gaan we het maar spelen. Ja? Ja? Ik zat te twijfelen, maar het zal wel niet goed zijn. Yeah. Het is niet 10.000 hours, zeker? Nee. Heb jij enig idee? Nou, nee. Ja, wat in mij opkwam was, het duurt te lang. Maar
Het was het, ja, ook weer niet. Het komt door het belletje, dat is... Ja, ja. Door die plingetjes, ja. Ik weet het maar, niet. Ja, maar ik wist al meteen dat het niet goed was, daarom... Ja, dat dacht ik ook niet. Trouwens. Ik weet het echt niet. Verlos ons. Lastig? Ja, ik vind het lastig. John Mayer. Met? Waiting on a World to Change. Oké, we wisten hem helaas beide niet, maar dat is niet erg, want de punten zouden toch vervallen. Dus we gaan nu voor het echt beginnen met ronde 1. We zijn aangekomen bij de eerste ronde, waarbij er 3 nummers achter tevoren worden afgespeeld, waardoor ze eigenlijk bijna onherkenbaar zijn. En het gaat als volgt, degene die als eerst drukt en de titel en de artiest weet te benoemen, krijgt 2 punten. Druk je en noem je 1 van de 2, krijg je er 1. En heb je het mis, gaat de beurt automatisch naar de tegenstander. Ben je er klaar voor, Jade? Ja, ik soort voel van. Een twijfel. We gaan beginnen met nummer 1. Ja, ik ga jubelen. Oh, ja, nu heb ik hem. Het is Shoutout to My Ex van Little Mix. Ik wist dat Little Mix was, maar ik wist niet welk nummer. Oké, nummer 2. 1 punt. 1 punt. Echt niet? Little Mix en een Shoutout to My Ex. Oké. Scherp blijven jullie. Zwaai. Wat? Ik hoor de telefoon. Wie is dit? Nou, nee. Het is... Ik zag hem op. Ja? I'm going out tonight. In wat is de titel? Laat me denken. Dat is... Je hebt Don't Call Me Up, heet hij. Don't Call Me Up? Toch? Ja. Van wie? Ik weet van wie die is. Ja. Maar jij? Hoe heet ze ook weer? Ja. Is hij van Dua Lipa? Nee. Van Mabel. Nee. Echt? Oh, ik heb een punt. En ik heb ook een punt. Allebei een punt. Oké, nou ja, laatste. Het is 1 punt. Nu ben je even ingekomen. Ja. Dit wordt hem. Is dit Nederlands of is dit Engels? Ja, ik wou het zeggen. Is het Nederlands? Oké. Ik herken het niet. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee welk nummer het is, maar volgens mij hoorde ik 7. Nee. Dat was niet waar. Ik heb geen idee. Was het niet 7? Nee. Ik heb echt geen idee. Hij heeft dreads. Hij is 2 meter 10. Als je dit niet weet, ben je een beetje dom. Auw. Ja. Kom op, niet zo dom doen. Hij heeft dreads en hij is 2 meter 10. Ik weet het gewoon echt niet. Ja? Dom doen. Ja. Oh! Ja. Van, hij op. Ja, van... Ja, maar eigenlijk telt het niet, hij? Toch? Jawel. Ik zei hem gewoon voor. Ja, maar goed, niemand had het door. Oké, doe niet zo dom. En daarna zei ik hem om niet zo dom doen. Oké, maar van wie is hij dan? Ja, van... Hoe heet hij? Dat weet ik echt niet, sorry. Maar... Dreads. Hij is 2 meter 10. Ja, er zijn er 2 wel. Hij rapt op Do or Die.
Nee. Ik heb het niet. Jonna Vreese. Ja, Jonna. En, oh. en Henkie T. En Henkie T. Dom doen. Ja. Oké, okay, nou, je hebt één punt. Ja, oké, okay, één punt. Oké, okay, wat is de tussenstand, jongens? Ja. 3-2 voor Kes. Nou. Oké, maar we zijn nog nek aan nek. En we hebben nog 2 rondes te gaan. Dus dan gaan we over naar ronde 2. Waarbij we allebei 10 kaartjes voor ons hebben liggen. Exact dezelfde. Waarop 5 kaartjes 5 woorden staan die een artiest omschrijven. En op de andere 5 staat 1 hint. En een zin van een nummer die dus het nummer omschrijven. En het werkt als volgt. Als je drukt en je hebt het goed, gaan we beide door naar de volgende kaartje. En weet je het beide niet, kunnen we er ook samen voor kiezen om te passen. Want anders gaat het wel heel erg lang duren. En we hebben maar een bepaalde tijd. 2 minuten. 2 minuten, om precies te zijn. Ga nu in. Ga nu in? En van je. Oké. Okay. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Ik ook echt nee? Oprecht. Oké. Okay. Samen voor altijd. Ja. Je moet wel druk. Ja. Samen voor altijd. Ja, maar dat is wel goed. Oeh! Joe Silvio. Ja. Top. Ah, ja. Ik heb geen idee. Ik ook niet. Oké, okay, next. The Rose. Ik heb geen idee. Gordon? Wie? Gordon? Nee. Oh. Next. Which is one? Nee, ik weet het niet. Shit, hoe heet dat weer? Price tag! Ja, precies. Yeah. Oeh, which is one? Oeh, shit. Meghan Trainor? Ja. Yeah. Yeah. Oeh. Goed, hoor. Spannend. 30 seconden. Ik weet het niet. Ik ook niet. Harry Styles. Ja. Echt? Ja. Yes. De laatste. Tien seconden. Licht puntje van tong. Oh my god, weet ik er. 5 seconden. Maak van mijn kleren zijn eigen schilderij. Dat komt heel bekend voor. Stop de tijd. Stop de tijd. Van... Wat was het? Wat was de laatste? Zo kan het dus ook. Zo kan het dus ook. Wow, ik wou het zeggen, maar... het is man, maar ik wist gewoon niet welk nummer. Oh, dat had je mogen zeggen. Weet je wie Gordon was? Nee, toch? Oh. Je zei toch Gordon? Dat was A, ja. B. Wat zou je doen? Wow. Wat zou je doen? Oh. Ja, want er stond cabaretier, maar ik dacht... En Hollands Got Talent, en dat doet hij nu natuurlijk. Ali doet nu Hollands Got Talent, natuurlijk. Ja. Oh ja, ja. Oh, okay. Shit, ja, dat had, daar was ik echt niet op gekomen. Het ging goed voor beide eigenlijk, dus ik ben wel erg benieuwd naar de tussenstand. Het staat 6-4. 6-4. Oké. Okay. Okay. Ik loop iets voor. Je hebt even een, oh my god, beter rondje nodig, maar we hebben er nog één, dus dat komt goed uit. Oké, okay, het staat nu 6-4, maar in de laatste ronde kan alles gebeuren, dus laten we maar naar de derde en laatste ronde gaan. We zijn aangekomen bij de derde en allerlaatste ronde. En die gaat als volgt. De band zal 3 nummers spelen, waarvan het mogelijk is dat er een van de nummers in een ander genre wordt gespeeld. En het werkt weer als volgt. Degene die drukt en de artiest en het nummer raadt, die krijgt 2 punten. Raad je er 1, krijg je er 1. En heb je het fout, gaat de beurt automatisch naar de tegenstander. Dus laten we beginnen. Ik ben er klaar voor. Ik bouw hem even voor jullie op. Oké. Doorzingen in je hoofd, ja, want ik zat er echt van, oh. Oké. Okay. Top. Nou, oké. Okay. Nummer 2. Oké.
idee. Jawel. Met deze. Happy van Pharrell Williams. Ja. Wow, oh, ja, dat shit. Was het. Holy shit, ja, inderdaad. Ja. Precies, ja. Oh, dit was in een ander jasje. Kunnen jullie het origineel spelen hiervan? Ja, dat is dat ding, toch? Dat was het. One, two, three, of ja, course. Ja, nu hoor je het achteraf. Nee, ik herken hem echt niet. Sorry. Ja. Nee, in het begin ook niet. Nee, ja. Oké, okay. Dan de laatste. Deze, ja, dit is een ander jasje. Een ander jasje, oh je god. Oh, ik wou net. Oh nee, ik had hem echt net in mijn hoofd. Van wie? Van wie? Van wie? André Hazes. André Hazes. Dan gun ik je het puntje. Wow, ik herken het deuntje, maar je moet het gewoon doorzingen. Met bloed. Kunnen jullie het origineel spelen, jongens? Holy shit. Ik herken het echt pas de laatste direct. Seconde. Herken ik het? Ja. Oh nee, ja. Jongens, hebben jullie de eindstand voor ons? Ja. Het is 5-11. Ik ben blij, maar je hebt het erg goed gedaan, Jane. Dank je wel. En als bedankje voor je deelname hebben we een kleinigheidje voor je. Nou, dat is een armbandje van Lucardi met YouTube erop en een trui met YouTube erop. Ah. Oh, Asti. Nou, ik vond nogmaals dat je het goed hebt gedaan. En jullie bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie volgende week terug bij een nieuwe aflevering.